Wat is de rol van robots in de zorgwereld? Hoe ziet de toekomst eruit? En wat kan er nu allemaal al? Daar hebben zorgmedewerkers en experts donderdagochtend over gesproken in Rotterdam. En wat er al kan, is veel. Zoals deze zelfrijdende en behulpzame rollator. Obstakel gedetecteerd. Dit is Obi, onze maaltijdrobot. Deze maaltijdrobot stimuleert mensen om zelfstandig te eten, waardoor ze zelf hun tempo kunnen bepalen en de volgorde van het eten. Deze eetrobot is bedoeld voor mensen met een hoge dwarslesie, spierziektes, verlammingen, waardoor ze zelfstandig kunnen eten en niet meer afhankelijk zijn van anderen. Naast deze hulpzame zorgrobot zijn er zogenoemde sociale robots, zoals Minoes. Deze robot heeft een haalbaarheidseffect. Wij merken dat onze cliënten door het aanraken een stukje ontspanning krijgen. Dat ze contact maken met de buitenwereld. En dat ze bepaalde handelingen doen die voor hun moeilijk zijn. Nu is dit nog maar een robotkat. Wat als dit zich verder ontwikkelt? Wordt personeel in de toekomst dan onnodig in de zorg? Wij denken dat het personeel te alle tijden nodig is. Menselijk contact kan niet gauw vervangen worden door robots. De robots kan wel ondersteunende taken binnen de zorg vervullen. Waardoor de medewerker weer extra tijd heeft om aandacht te geven aan de cliënt.